Voor heel veel kinderen is lezen en schrijven koekenij. Toch is dat voor steeds minder kinderen zo. De leesvaardigheid van kinderen in Nederland gaat namelijk steeds verder achteruit. In de Groesbeekse bibliotheek hebben ze daar iets op bedacht. Prentenboeken die worden voorgelezen, samen taalspelletjes spelen en genoeg lekkere hapjes en drankjes. Zo zag een leesfeest in de bibliotheek van Groesbeek eruit. Samen met landelijk project De Voorlees Express worden er dit soort activiteiten gehouden om laaggeletterdheid bij jonge kinderen tegen te gaan. De Voorlees Express is een landelijk project en dat is voor kinderen van 2 tot 8 jaar. Omdat we weten dat dat vooral de taalgevoelige periode is. En als kinderen in die periode veel voorgelezen worden, luisteren naar mooie verhalen, taalspelletjes spelen, dan hebben ze daar in hun toekomst heel veel profijt van. Marjolein Haarhuis legt uit dat voorgelezen worden erg helpt bij de taalontwikkeling van jonge kinderen. Boekentaal is rijker dan spreektaal en kinderen, vooral in de leeftijd van 2 tot 8 jaar, die willen ontzettend graag leren, ontdekken, nieuwsgierig zijn ze, komen met mooie vragen en ze zijn in die periode ook heel gevoelig voor het leren van nieuwe woorden. Dus als we dan inzetten op... En dan vooral ook inderdaad de kinderen kijken naar gelijke kansen. Dat vinden we ook heel belangrijk vanuit de bibliotheek en de Voorlees Express. Dan geven we ze gelukkig en hopelijk dus ook veel mee in hun rugtas. Daarnaast geeft het lezen en voorgelezen worden een enorme boost in het zelfvertrouwen van de kinderen. Het mooie aan voorlezen is een hele fijne knusse manier om over thema's te praten en de prenten nodigen ontzettend uit om al het gesprek over te hebben. En dat merk ik ook tijdens de eerste keer dat ik er ben in het gezin en ik neem boeken mee. Is een verbindende factor, prentenboeken, dan wel informatieve boeken wat de kinderen interesseert. En dat vertrouwen, dat helpt zeker. Naast het organiseren van leesfeesten gaan er vrijwilligers wekelijks langs bij gezinnen waar hulp nodig is bij het lezen en voorlezen van boeken. En we hopen vooral dat daardoor ook ouders geactiveerd worden en gestimuleerd worden om zeker bij te dragen aan een positief leesklimaat.